Almere is een uitermate belangrijke en interessante stad met zeer moderne stedelijke ontwikkelingen en architectuur. Als mijn kinderen daar interesse in hebben, dan is dit de plek waar ze zich kunnen vestigen. Dit is een gebied in de gemeente Almere waar wij tussen 2030 en 2050 een woningbouwopgave gaan realiseren. De waterschappen trekken heel nauw op met de gemeente Almere en de provincie. En dit is echt een voorbeeldproject hoe het zou moeten in de samenwerking. We zijn echt begonnen om goed naar de bodem te kijken, naar het watersysteem. Wat kan er niet? Het is heel goed om gewoon vanuit dat natuurlijke fundament te beginnen met de ontwikkeling van zo'n groot gebied. Hier ligt de kans om een nieuwe woontypologie te creëren. Wij gaan voornamelijk water en woningen met elkaar combineren. Met waterschap en provincie zitten wij samen te denken. Hoe gaan we dit ontwerpen? En laten we niet vergeten dat hier op de polder en onder andere bij waterschap enorm veel kennis is. En daar maken wij goed gebruik van. De polders zijn op de tekentafel ontworpen, bedacht. En het is fantastisch om te zien dat het nog heel goed werkt. En dat komt vooral door de grote schaal waarop onze polders zijn aangelegd. En daar moeten we heel zuinig op zijn om ook in de toekomst het waterschapswerk betaalbaar te houden. De verkiezingen gaan natuurlijk over de ontwikkeling van Flevoland als geheel. Daar is dit een onderdeel van. De provincie met haar huidige beleid kijkt erg naar die ontwikkeling. We willen doorbouwen, we willen doorontwikkelen. We willen het Almere ook mogelijk maken om die doorontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren. En daar speelt de provincie een coördinerende rol in relatie tot het Rijk, maar ook in relatie tot het waterschap.